kijkt naar een nieuwe aflevering van Delft op Zondag TV. Sinds enkele dagen is het verplicht om in Rotterdam en Amsterdam op drukke plekken een mondkapje te dragen. Maar wat denken de Delftenaren? Moet dat binnenkort ook in Delft? Ik ga het ze vragen. In Amsterdam en in Rotterdam moet er al een mondkapje worden gedragen op drukke plekken. Denkt u dat het binnenkort ook naar Delft zal komen? Ik denk van wel. Als straks alle studenten er weer zijn, zeggen ze toch een beetje dat daar de bron zit. Ik denk dat ze straks wel gaan zeggen van, oké, er komen weer veel besmettingen, we gaan het ook invoeren. In ieder geval op drukke plekken, dus waarschijnlijk beestenmarkt, gewoon de markt. Ja, ik vind dat best een moeilijke vraag, omdat mensen er nog steeds niet over eens zijn wat effect het nou heeft. Hè? Als ik nu kijk hoe ze het in Amsterdam geregeld hebben, dan... Er zat zo'n plattegrondje bij het nieuwsbericht waarvan ik denk, ja, een aantal straten dan weer niet en een aantal straten wel. Ik denk, ja, daar wordt het niet overzichtelijker van. En ik vraag me af of het effect heeft. Dus al met al denk ik, nee, het zal nog wel even duren. Dan moet het wel echt erger worden, wil die mondkapjes verplicht. Volgens mij ook naar Delft komen. Ik hoop het ook. Ja. Het is bescherming. Ja. Ik denk dat het misschien nog wel mee gaat vallen. Ik denk als het zo is, misschien alleen tijdens de markt of zo. Omdat het dan natuurlijk wat drukker is. Maar als je nu zo op straat kijkt, dan denk je nou, dat valt wel mee. Ja, ja. Ja toch? Ja. En mocht het naar Delft komen, wat vindt u daar dan van? Zegt u van, heb ik helemaal geen zin in? Ja, ik denk dat als het inderdaad, als het helpt, dan kunnen we dat zeker, is het een makkelijke maatregel die we met z'n allen innemen. Dus ik denk dat het wel dat een goede zet zou zijn. Ja. Ik vraag me af of het echt helpt. Wel het idee, juist kijken in gebieden waar nu mondkapjes graag worden, dat het dan wel is van, oké, we hebben een mondkapje op, dus gaan met die naam. Dat ik denk van, ja, dan heb je wel de bescherming van het mondkapje, maar krijg je dan niet de rest kwijt. Dus ik weet niet of dat echt gaat helpen. Ik zit er niet echt op te wachten, maar ik zie er ook niet echt tegenop. Nou ja, misschien met dit weer dat het echt helemaal niet fijn is. Maar gelukkig hebben we dit maar een aantal weken per jaar. En verder, nee, als het nodig is, is het nodig. Nu ook wel hoort in Amsterdam en Rotterdam, het is de juiste vraag eigenlijk. Van, wil je het alsjeblieft doen? Dat impliceert dat je ook gewoon nee kan zeggen. Dus ik kan best voorstellen dat de plek een beetje 30 graden plus is. Dat veel mensen wel zullen zeggen van, het is wel geweest een beetje. En heeft u zelf al een mondkapje aangeschaft? Ja. Ja? Heeft u ook al gedragen? Nee. Nee, dus niet zoveel het openbaar vervoer. Nee, ik ben nog niet met het openbaar vervoer geweest. Ik doe bijna alles lopend met de fiets zoveel mogelijk en af en toe neem ik de auto. Ja, ja, ik moet voor mijn werk in de trein, dus dan zit je er sowieso aan natuurlijk. Ja. 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 Met het openbaar vervoer. Ja. Gaan jullie vaak met het openbaar vervoer? Nog een stuk minder. Het zit ook voor geen meter, dus als het even niet hoeft, dan niet. Ja, maar ik wel. Voor mijn werk moet ik met de trein naar Amsterdam inderdaad. Ja, ook hier in de winkel staat. Ze zeggen nou, het loopt niemand. Maar het is altijd bedrijvigheid. Ja, ja. Er zullen altijd mensen zijn die het onzin vinden en die zich er niet aan houden. Ja, wat vindt u daar zelf van? Ja, nou ja, ik vind dat wel jammer. Want op zich staan we er met z'n allen voor om te zorgen dat het, dat we straks redelijk coronavrij zijn. Dus ik zou het op zich wel voorstellen dat iedereen zich gewoon aan de maatregelen houdt. Ja, precies. Hoe beter we het met z'n allen naleven, hoe sneller we er vanaf zijn. Ja.